Mijn moeder zegt altijd, als klein kind was het al duidelijk dat jij anders was. Dat jij altijd net buiten het pad liep. Dat je echt je eigen pad wilde bewandelen. Als klein kind hebben mijn ouders mij heel duidelijk bijgebracht dat als je iets wil, dan zal je er iets voor moeten doen. En dan zal je echt daar tijd, energie en je passie in moeten leggen. Dus bij ons was het echt wel de mentaliteit, als je iets wil, ga je ervoor werken. Niet lullen, maar poetsen. Ik denk dat dat wel een hele duidelijke basis voor mij heb gelegd. En ja, mijn ouders zijn wel heel erg trots op datgene wat ik bereikt heb. En die staan daar wel voor de volle 100% staan die erachter. Hairdresser of the Year 2014, Mark van Westerop. Dus ook elk jaar dat als mijn moeder mee is naar de coiffure wordt, is dat, ja, is wel echt een moment, ja, dat we dat echt delen. 2017, Mark van Westerop. Ik werd verliefd op het vak, de grote diversiteit. En zeker voor mij als persoon die snel afgeleid is, snel verveeld is, heb je dus elke half uur, drie kwartier een nieuwe uitdaging. En dat is voor mijn karakter heel goed. Fantastisch, gefeliciteerd! Ik vind het heel leuk als ik andere mensen met mijn werk kan inspireren. Maar uiteindelijk doe ik het wel voor mezelf. Het is voor mezelf dat ik mezelf wil ontwikkelen. Dat ik daar andere mensen mee mag inspireren. Dat is een cadeautje. Maar het is niet mijn hoofdmoot. Nee, ik denk dat ik uiteindelijk, het gaat erom dat ik er energie voor krijg. En dat het mijn hart sneller laat kloppen. Dus ik probeer het zo dicht mogelijk bij mezelf te houden. Om jezelf open te blijven stellen. Ondanks dat je zo lang in het vak zit. En dat het me gelukkig maakt. Wie en wat inspireren mij? Dat zijn eigenlijk mensen die hun eigen pad durven te bewandelen. En die durven naast de gevestigde orde te lopen. Die durven fouten te maken. Als ik kijk naar het beeld van buiten, dan zijn dat kunst, architectuur. Met name schilderkunst vind ik heel erg interessant, fotografie. Niet iedereen zal dit mooi vinden. Niet iedereen zal mijn haar mooi vinden, maar het gaat erom, wat wil je eruit halen, wat wil je erin zien? Ik denk ook in mijn collectie van afgelopen jaar voor de Coiffure Award. Was ook met eigenlijk hele grote vlakken, maar ook met weer heel veel blendingen erin. Ook weer het spelen met kleur. Dat zie ik toch wel een soort link daarin. Maar ik vind het echt heel erg leuk om op het terrasje op de achterste rij te zitten. Dat je eigenlijk als een soort verborgen persoon eigenlijk alles kan aanschouwen. Dus de inspiratie is overal. Ik heb de mogelijkheid en het geluk dat ik een hele ruimte tot mijn beschikking heb om daar echt te freewheelen. En inspiratie of creativiteit laat zich eigenlijk niet drukken in een bepaald moment. Dat borrelt op, dat komt op. Kijk eens om je heen. Nee, er zijn echt tal van dingen die ik probeer en waar ik denk van, het is nou niet echt helemaal het dingetje wat ik ervan had verwacht. Maar als van de 10 dingen die je uitprobeert, 1 een waar succes is, daar heb je eerst tegen elk succes staan misschien wel 10, 20, 30 mislukkingen. En dit is echt mijn eigen domein waar ik 's avonds, ongeacht welk tijdstip, me kan voorbereiden, dingen kan neerzetten wanneer ik even een bepaalde periode even de inspiratie niet heb. Speeltuin, een soort snoepparadijs is.
waarin je je kan terugtrekken. En dan zit ik heerlijk in mijn eigen bubbel en mijn eigen creatieve zone. Nou, ik ben heel erg gezegend met een waanzinnig goed team. Zorgen dat je dezelfde taal met elkaar spreekt, dezelfde doelstelling met elkaar hebt. Zodat iedereen op de hoogte is waar ik naartoe wil met mijn carrière. Maar dat ik ook weet waar mijn teamleden met hun carrière naartoe wil. En ook vertrouwen dat mensen binnen het team ook het beste met je voor hebben en ook het beste voor ProSolo willen, moet je het vervolgens loslaten en vertrouwen in die mensen hebben. Ik denk hetzelfde als met een Olympische Spelen of dat je WK voetbal. Niet voor iedereen is het weggelegd om op zo'n hoog niveau te willen werken, te willen presteren, zoveel tijd en energie aan iets te spenderen. Want ik verwacht geen dag 100%, maar ik verwacht elke dag 200%. En het is nu dat als ik weet dat ik een hele drukke periode krijg, dat ik daarvoor goed mijn rust pak. Ik ben echt wel een sportfanaat. Dat ik dat heel fijn vind om echt mezelf even helemaal leeg te maken. En op dat moment dat ik terugkom, dat ik weer even uit die inspiratie en uit die energie weer fris terugkom. 80% van de tijd tijdens sporten denk ik eigenlijk helemaal aan niks. Minimaal 4 keer in de week, maar het kan ook 5, 6 keer in de week zijn. Het hoeft ook niet een uur te zijn, het kan inderdaad een kwartiertje hardlopen. Het kan een 10 minuten yoga oefeningen zijn. Maar ik ben wel 4 keer in de week, 1,5 uur per dag aan het sporten. Ik ben niet echt een mensenmens. Ik heb een klein groepje mensen om me heen die ik koester en die ik heel erg waardeer. Maar ik ben wel een persoon die heel graag op zichzelf is. Ik ben wat meer een Einzelganger. Omdat ik al zoveel met mensen in aanraking ben, is dit echt mijn zoveel vierkante meter waar ik me, wat mijn eiland is. Zeg maar zo min mogelijk om me heen, zodat ik zo min mogelijk afleiding heb in mijn huis. En eigenlijk mijn bank is een soort verkapt bed, eiland. En hier eet je op, hier kijk je op televisie, hier hang je op, hier chill je op, hier neem je een borrel op. Je bent niet zo snel eenzaam als je het ook leuk met jezelf hebt. En ik kan ook de trap zo naar beneden nemen naar het atelier. Dan ga ik als een soort hamster in de 6e, 7e versnelling. En voorheen kon ik gewoon nachten overslaan. Ik ben minder met de toekomst bezig als dat ik vroeger was. Zeker de eerste keer dat ik hairdresser of the year werd. Daarvoor was ik altijd maar bezig met, oké, ik wil dat behalen, ik wil dat behalen, ik wil dat behalen. En achteraf kijk ik er nu op terug dat ik minder van de momenten heb genoten. En nu probeer ik meer te genieten van de dingen die gebeuren. Dus meer in het nu en minder bezig met de toekomst. Ik zou achteraf dingen niet anders hebben gedaan. Want dit is mijn weg geweest. Ja, ik denk dat de burn-out, dat klinkt heel raar, maar misschien is het wel een van de belangrijkste lessen in mijn leven. Waar ik zo direct in de misschien de tweede fase van mijn carrière of de tweede fase van mijn leven, waar ik heel veel aan ga hebben. Daar ben ik van overtuigd.